Yo, buen día. Met Abraham. Meneer Abraham, goedemorgen. Ik wilde ten behoeve van mijn publiek graag een update hebben over de ontwikkelingen rondom Gonzalo. Kan u mij die geven? Ja, dat kan. Ik zie kaartjes die nu iets meer naar zuidelijke richting wijzen. Moet Curaçao zich zorgen maken? Alles geeft aan eigenlijk dat het systeem eigenlijk wel aan het afzwakken is. Dus op het moment dat die het Caribisch gebied binnenkomt, gaat die afzwakken naar depressie. Dus als het goed is, blijft die afzwakken. Dus ze hebben het nu dat het als depressie eigenlijk pal over Curaçao trekt. Maar ik denk dat deze voorkeurstrekt ook gaat veranderen naar mijn idee. Ik denk dat het echt verder gaat afzwakken en misschien gewoon als een sterke tropical wave zou langs trekken. Maar ja, dat moeten we nog zien. En een tropical wave, ik heb er een paar meegemaakt, sommige zijn nog best hevig. Ja, het hangt er vanaf waar of die activiteiten wel noord. Meestal trekt tropical waves langs met meeste activiteiten ten noorden van onze eilanden. Maar ja, nu denk ik wel dat we toch een goed aantal regen hieruit kunnen krijgen. En niet vergelijkbaar met destijds Thomas of Omar? Nou, Thomas was iets anders, omdat Thomas... Nee, Thomas niet. Het was meer... Omar hadden we heel veel wateroverlast. Ja. Dat was omdat er die systeem was echt een tropisch storm op dat moment. En die bleef hangen eigenlijk net ten noorden van Curaçao. Dus die bewolk bijna niet. En dan is er zoals ze dat noemen in Pavillon di Rabo, de staart, is dan precies pal over Curaçao ontwikkeld. En dus die bewoog niet. Dus die stond daar en die is helemaal uitgeregend op Curaçao. Dus de hoeveelheid regen van een systeem die niet beweegt, is heel veel millimeters. We moeten dus regen verwachten zondag? Als het goed is, kunnen we regen verwachten vanaf vanavond. Want er is de voorste gedeelte van het systeem. Dus het is echt niet zo goed georganiseerd meer als je ook op de satellietfoto kijkt. Maar het heeft toch vrij veel activiteit dus aan de voorkant van het systeem. Dus ik denk dat die sowieso gedurende vanavond vroeg al ons eiland bereikt. Als die dan blijft bestaan natuurlijk. Hè. Maar zoals het nu eruit ziet, gaan we wel regen krijgen vanaf vandaag. Hartstikke bedankt, meneer Abraham. Ja, tot ziens. Tot ziens.